In Geffen is grote commotie over een gedenksteen. Op die steen staan zowel Joodse als Duitse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. De meeste nabestaanden vinden dat geen probleem, dat er ook Duitsers op die steen staan. Maar het is voor de familie van het enige Joodse slachtoffer onbespreekbaar. De steen zou komende zaterdag worden onthuld, maar het is nog maar de vraag of dat doorgaat. De familie van het enige Joodse slachtoffer eist dat hun naam van de steen wordt gehaald. In Geffen is verslaggever Jan Walen. Jan, zaterdag zou dus die onthulling zijn, hè, van die steen. Ja, die zou hier achter mij zijn op een plek waar al ooit een monument stond. Maar dat werd vernield, daar werd het brons van gestolen en er stond een lege sokkel en dat vond men ongepast hier in Geffen. En dus ontstond het idee door de heemkundekring, door de gemeente en door het gilde om een nieuw monument neer te zetten. En toen kwamen ze op het idee, we zijn 68 jaar verder, laten we een monument zetten waarin we ook die Duitse soldaten die hier gesneuveld zijn ook een plek geven. Want die zijn hier tenslotte ook omgekomen en die hebben ook nabestaanden. Er is toen uitvoerig overlegd met de nabestaanden van de Nederlandse slachtoffers hier uit Geffen, van de Engelse slachtoffers, van de militairen die hier zijn gestorven en ook met de Duitse slachtoffers. De enige waar niet mee was overlegd was met de Joodse familie die hier ook woonde en waarvan ook 6 mensen zijn omgekomen, de meeste in het vernietigingskamp Sobibor. Daar is geen contact mee geweest omdat de gemeente ervan uitging dat er geen familie meer was. Dat hele gezin is uitgemoord. Maar er zijn nog wel neven en achterneven en ooms van die familie in leven gebleven. En die hoorden nu van dit monument en die zijn heel geschokt. Ik sprak eerder vandaag met één van die familieleden van de omgekomen Joodse familie van Dijk. Dat op deze plek de naam van zijn familie op hetzelfde monument zal staan als de namen van Duitse soldaten is voor rabbijn Wim van Dijk ondenkbaar. Ik wil niet dat mijn familie op eenzelfde monument komt te staan met moordenaars. Mijn familie heeft zich altijd goed gedragen. En ik vind de normen van wat goed is en wat kwaad is mogen niet vervagen en mogen niet door elkaar heen worden gehaald. Ook Federatief Joods Nederland is fel tegen het noemen van Duitse soldaten en Joodse slachtoffers op één monument. Een van de slachtoffers was bijvoorbeeld een meisje, Sally van Dijk. Een meisje was 8 jaar, is uit haar huis getrokken door de Duitse bezetter, door de nazi's, door dezelfde mensen of hun handlangers die op dat monument met haar samen staan. En die zijn het meisje uit haar huis getrokken, in een veewagon gestopt en in Sobibor vergast. Ik vind het nogal wat dat een burgemeester die Sally niet heeft gekend namens haar verzoent. Maar de gemeente is zich van geen kwaad bewust. Je wilt verzoenen en verzoenen doe je met alle partijen die daarin een bepaalde rol vervullen. Of nou mensen uit Geffen zijn, uit Engeland, uit Duitsland en zeer zeker ook de Joden. Want ik denk wel dat die mensen best een gevoelig snaar geraakt kunnen hebben. Dat moet eerlijk in zijn. Goed bedoeld of niet, de rabbijn wil maar één ding. Wat ik wil is dat als het doorgaat met de namen van die Duitse moordenaars op het gedenksteen, dat de naam van Dijk daar weggaat. Ik wil niet dat namen van mijn familie op eenzelfde gedenksteen komen als van dit soort tuig. Absoluut nooit. Nou, het conflict is helder, Jan. Wat gaat er nu gebeuren? Nou, de gemeente heeft Federatief Joods Nederland uitgenodigd voor een gesprek morgenochtend op het gemeentehuis. En ik heb begrepen dat daar ook rabbijn Wim van Dijk bij aanwezig zal zijn. Ja, en dan zullen ze praten over de ontstane situatie. Het is helder, de Federatief Joods Nederland vindt sowieso dat die Duitse zuil, dat die onderdeel uitmaakt van het monument, dat die er gewoon van af moet. Zij accepteren het niet. En de familie van Dijk die zegt, of men Duitse wil herdenken, prima, maar niet tegelijkertijd met onze familieleden. Wij willen dat de namen van onze familieleden van dat monument worden afgehaald. Ja, en het lijkt erop dat ze daar redelijk stellig in zijn. Ja, en ik vraag me af of de gemeente en de heemkundekring het zullen aandurven om de namen van die familie hier gewoon te laten staan als de naaste familieleden die hier nog wel in leven zijn en die de oorlog hebben overleefd, als die dat niet willen. We zullen het zien. Morgen is dat gesprek.